Daarom start ik met een hele korte aftrap van hoe we zijn gekomen waar we nu zijn. Wat mij betreft is dat een papaya, mensen kennen de vrucht, maar weten nog niet precies wat erin zit. Even in vier klappen er doorheen. Via een praatje van Anja willen we de boel verdiepen. Effectgerichte beoordeling wat afpellen. Iets meer diepte, iets meer informatie. Voor mensen die al wel weten wat er is, maar vooral praktische vragen hebben. En vervolgens hebben we hier nog kennisdragers uit wetenschappelijk onderzoek. Die ons de diepte inbrengen tot de kern. Veel mensen zeggen tegen mij, effectgerichte beoordeling, dat is nieuw. Daar kunnen we nog niks mee. Nou, mijn stelling is, effectgerichte beoordeling is niet nieuw. We hebben in 1997 al opgeschreven dat we het gaan implementeren. Nou, daar zijn we nu bijna. Ik hoop dat dat niet voor elk beleid geldt. En daar heb je dus ook allerlei leuke rapporten uit die periode. En in die rapporten staan ook al allerlei data over airbusities. En dan laten ze zien dat er effecten zijn op allerlei beesten. In die beoordelingsmethode zie je dan vervolgens ook dat het heel vaak over metalen gaat, of over ammonium. En in die periode zeg je, ja, eigenlijk, metaaleffecten zijn relevant, maar die kan je net zo goed chemisch analyseren. En ammonium ook. Daar doen we dit soort relatief dure onderzoek niet voor. Dus sinds die tijd zie je een ontwikkeling waarbij we zeggen, eigenlijk willen we die methodes gebruiken voor die organische micro's. Ik heb er een paar uitgehaald. Je ziet dat er onderzoek plaatsvindt naar de bioaccumulatie, waar ze dan SPME-extracties voor gebruiken. En je ziet op een gegeven moment ook in de tijd dat XAD, die het RIVM altijd gebruikte voor oppervlaktewater, ook op afvalwater wordt toegepast. Je ziet studies al vanaf 2005 naar effect van zuiveringsrendementen. En naast die ontwikkeling in technieken zie je ook een ontwikkeling in de effectmethodes die we inzetten. Dat eerste plaatje was inderdaad gewoon een waterflow en we kijken of die doodgaat. En die blijven we nog steeds doen. Maar daarnaast krijgen we meer cellijn effecten. In 2002 begon het eigenlijk met een effectgerichte beoordeling op oestrogene effecten, gekoppeld aan het landelijk onderzoek oestrogene stoffen. Dat was wel aardig. Aan de ene kant deden ze daar grootschalige experimenten in afvalwater met regenboogforellen. Erg leuk. En aan de andere kant van een spectrum, helemaal geminiaturiseerd, een paar kleine celletjes. En alles wat ertussen zit. En dat gaat zo door. In 2003 werkten we met de YES-SC. Is nu niet helemaal een routine, je komt hem af en toe nog wel tegen. Blijft een leuke test. 2008 gingen we kijken naar antibiotica. En dat bouwt zo op tot waar we nu zijn. Hier kan ik wat sneller door, want Gerard heeft dat vanmorgen al laten zien. Wat we nu proberen is zeggen van als we deze testen in gaan zetten om het rendement van vergaande zuiveringen te kunnen meten, dan wil je op een gegeven moment wel een soort standaardisatie krijgen. Dat betekent dat je een standaardisatie moet gaan krijgen in de methode waarmee je het afvalwater opwerkt tot iets wat je kan testen. En dat je de testen die je in gaat zetten gaat kiezen. Nou, PAKAS heeft laten zien dat je met deze testen kan laten zien dat het beter wordt, dat de effecten minder worden. Iets vergelijkbaars, ik ga er nu lekker doorheen, want Gerard heeft me het al laten zien. Bij de waterfabriek kan je ook laten zien dat vergaande zuivering leidt tot minder effecten. En er zijn twee lopende onderzoeken. Het onderzoek van AMA's is vanmorgen, Cora was het geloof ik, ook al genoemd. Ook dat levert inzicht in wat je ermee kan. En als laatste loopt er nu onderzoek heel puur gericht op welke extractiemethode kan je nou het beste inzetten om van afvalwater iets te maken wat je kan meten. Dat is de kant tussen afvalwater en testmedium, zo maar zeggen. Vervolgens wil je ook het aantal testen. We hebben er nu 14. Nou, eigenlijk geldt daar hetzelfde voor als voor de gitstoffen. Als je met 7 gitstoffen een goed oordeel kan doen, in plaats van 100.000 heb je een slag gemaakt. Als je dat met een aantal BOC's kan doen in plaats van de wereld, heb je ook een slag gemaakt. We zijn nu bezig om allerlei data van RWCT-gericht onderzoek bij elkaar te harken. En dan zie je dat deze testen relatief vaak een signaal afgeven. En ook een signaal afgeeft wat klopt met je verwachting.
afvalwater geeft een hoger signaal dan een referentielocatie. En in een belast oppervlaktewater heb je ook een signaal wat hoger is dan een referentie. Sorry. Dus het klopt. Dit levert inzichten. We zijn er nog niet, maar dat zullen we zeggen het komende maand, twee maanden willen doen. Eigenlijk een soort eerste gedachte van een toekomstig protocol waarbij je zegt van nou, dit zijn de keuzes die we met elkaar willen maken. Dat is in vogelvlucht waar we nu zijn en waar we de komende twee maanden, drie maanden aan willen werken. En dat is onderdeel van die community of practice op effectgerichte beoordeling. Om te zorgen dat als die demonstratieprojecten gaan lopen, er een handleidingje is waardoor iedereen dezelfde keuzes maakt. Althans als basispakket. Dat is het voordeel van de tweede ronde. In de eerste ronde waren er al heel veel discussie meteen na het eerste praatje, waardoor de laatste praatjes wat minder aandacht kregen. Als workshopleider mag ik gerust kiezen. Dus als er nou een simpele toelichtende vraag is, geef ik daar antwoord op. Maar de wat bredere vragen parkeer ik even tot later. Geduldig. Ja? Nou. Anja. Staat je eroverheen? Ik heb gewoon in jouw zak. Ja, dank je. Ja? Ja, ik hoor mezelf. Ik ben gevraagd om wat te vertellen over praktijkervaringen met effectonderzoek. Dat ga ik baseren op drie onderzoeken die gedaan zijn bij de waterschappen in Rijn-Oost. De waterschap van Rijn-Oost en bij Rivierenland. Dat zijn onderzoeken die hebben in het oppervlaktewater plaatsgevonden en niet direct in effluenten. Maar daar kunnen we wel het een en ander over leren, over effecten die door effluent veroorzaakt worden. Dus daar zal ik het ook op focussen. Dat zijn in totaal 42 locaties geweest, 56 monsters, dus daar leer je best wel wat van, aldoende. En er was invloed van RWZI-effluent, maar ook van de landbouw en in sommige gevallen ook nog industrie en andere dingen. Of een hele complexe invloed zoals vanuit Rijnwater, waar een heel groot stroomgebied achter zit. Zoals gezegd, het betreft wel oppervlaktewatermetingen, maar binnen Rijn-Oost is er ook een onderzoek in, zijn we nu aan het uitwerken en daar zal ook echt effluent getest worden. Ik geef hier een voorbeeld, laat ik jullie zien, over de invloed, over een aantal locaties waar de invloed van de RWZI is onderzocht. Even kijken of dit de pointer is. Ja. Wat hier uitstaat is de Simoni-score, maar dat is de oude naam. We moeten het tegenwoordig Simoni-risico-indicator noemen. Dat is een getal waarin het totale waargenomen effect wordt uitgedrukt. Boven de 1... is het ernstig. Dat is eigenlijk je stoplicht Bas vanochtend liet zien. Dat wordt gebaseerd op die Simoni-score. Hier zijn twee stroomgebieden onderzocht. Eentje is de... dit is de Groesbeek, invloed van de RWZI Groesbeek. Die zijn twee keer onderzocht, beide stroomgebieden. Dit is Groesbeek de eerste keer, Groesbeek de tweede keer. En dit is de benedenlinge, ander stroomgebied. De linge die bestaat uit twee delen, de bovenlinge en de benedenlinge. In de bovenlinge daar wordt eigenlijk Rijnwater ingelaten. Er komen een aantal RWZI's bij. Er komt ook vanuit het achterliggende gebied water bij. Dan wordt het vervolgens de benedenlinge en daar komen er weer een aantal RWZI's bij en ook weer water. Dus de vraag hier was van... hebben die RWZI's invloed op de toxiciteit in het water?
Om daar maar meteen mee te beginnen. Je ziet hier heel duidelijk dat dit bovenstrooms en benedenstrooms, dat de toxiciteit afneemt. En dat is ook in beide gevallen zo. Dus per saldo is de verdunning groter dan hetgeen de RWCT's bijdragen. Bij de Groesbeek heb je een zijtak waar geen effluent op zit, maar waar wel landbouwinvloed is. En die is als referentie gebruikt. Je hebt het effect van de RWCT, dus is direct na het lozingspunt. Dan stroomt het vervolgens naar Duitsland toe en komt het een eindje verderop weer in Nederland. Dus dit is de stroomafwaartse richting. Wat je heel duidelijk ziet, de hoogste pieken is direct na de lozing van het effluent. Dus er is zeker invloed van de RWCT hier, duidelijk aangetoond. Je ziet echter ook dat die in de Groesbeek, dat daar ook al behoorlijke effecten zijn. Dus de landbouwinvloed die speelt daar ook duidelijk mee. Daar gaat hij verder. Zoals ik al zei, je hebt allemaal individuele testen. Die druk je uiteindelijk uit in een getal. De Simoni-score staat hier aan het eind. Al die individuele testen die beoordeel je door te vergelijken met de effectsignaalwaarde. Een getalletje boven de 1 geeft aan dat je effect hoger is dan die effectsignaalwaarde en dat er dus sprake is van een toxisch effect. Dat is hier in oranje weergegeven. En in geel, dus net daaronder, wel effect gemeten, maar niet zo hoog. Als je naar die individuele testen kijkt, dan zie je dat er bij de RWCT een aantal testen uitslaan. En Jaap gaf dat eigenlijk ook al aan. Dat zijn de ERK-lex, de GRK-lex en de antibiotica screenings. En daarin zie je duidelijk het effect van de RWCT terug. Er is een andere test die ook reacties geeft. Dat is die PXR. Het lijkt erop dat die vooral op bestrijdingsmiddelen reageert. Maar een beetje verdere onderbouwing daarvoor is nog wel wenselijk. En in het plaatje wat ik net liet zien heb ik een veldBOC eruit gelaten. En dat is omdat die met name in het voorjaar reageert. En het lijkt er toch op dat die met name op zuurstof reageert. Dat is in je oppervlaktewater van belang. Nou, uit deze onderzoek hebben we een aantal belangrijke dingen geleerd. Dat de keuze van de bio-SC's heeft effect op hoe hoog je Simoni-score uiteindelijk wordt. In dit geval was er vanuit kostenoverweging gekozen om met name die bio-SC's eruit te halen, waarvan je verwacht dat ze effect geven. Nou, dan wordt per saldo je score ook wat hoger. Dus dat is heel belangrijk als je verschillende onderzoeken wil gaan vergelijken. Dus het is wel prettig om uiteindelijk een keuze te maken van we gaan deze testen uitvoeren. Dus een standaard basis set te hebben. Dan kan je onderzoeken veel beter onderling vergelijken. Zoals ik net liet zien met die mooie heatmap noemen we het. Is als je de resultaten we interpreteren, dat je dan verder moet kijken naar alleen die Simoni-score, dus naar je stoplicht. Ga ook vooral naar die individuele testen kijken en dan leer je heel veel uit van hoe de situatie daar is en wat er allemaal meespeelt en welke bronnen er spelen. Welke bronnen voor je effecten zorgen. Dus vooral als je veldonderzoek wil doen, moet je zuurstof ook op orde zijn. Is voor effluenten misschien wat minder van belang. In die onderzoeken hebben we ook niet alleen maar, wat je doet, je hangt een passive sampler uit. Die haalt de organische microverontreinigingen uit het water. En daar maak je een extract van. Dat extract, daar doe je je bio-SC's op. Wat we in dit onderzoek ook, gedaan hebben, is chemische analyse op de extracten. En dat bleek toch een belangrijke meerwaarde te geven. Als je de chemie en de bio-SC's naast elkaar zegt, dan krijg je heel goed inzicht in de belasting en ook welke bronnen voor die belasting zorgen. Je kunt kenmerkende verontreinigingspatronen eruit halen. Dus je kan heel goed aan die chemie en de bio-SC's zien of daar een RWCT op zit. Of dat er juist een landbouwinvloed is. En ook in enige mate hoe groot die is.
zoals ik net zei, die passive samplers halen de organische microverontreinigingen eruit. Dat was ook is ook de focus bij effluenten. Uiteindelijk wil je waterkwaliteit verbeteren. En in dat water zitten natuurlijk niet alleen maar organische microverontreinigingen, maar ook metalen en nutriënten. Bij de berekeningen van de toxische druk is ook berekend, de toxische druk berekend voor op basis van de normale metingen in het water, de reguliere metingen. En daar blijkt toch heel duidelijk uit dat die metalen en die nutriënten bijna overal toch nog wel een rol spelen. Dus let op, de RWZI die draagt bij aan de organische microverontreinigingen, maar metalen en nutriënten spelen ook nog wel degelijk een rol. Er zijn ook nog een aantal organische microverontreinigingen die met die passive samplers niet worden opgepikt, die ook kunnen bijdragen aan de toxiciteit in het oppervlaktewater. Wat verder ook blijkt is dat die berekening van die toxische druk maar voor een deel de effecten kan verklaren. Wat betekent dat er toch ook nog een flinke bijdrage is van de onbekende stoffen. Dat is ook een reden natuurlijk om effectmonitoring te doen, om die bijdrage inzichtelijk te maken. Onze conclusie was, het werkt. Zeker, je kan er al het nodige mee. Er zijn ook nog wat punten voor verbetering. Onder andere de methode van die passive sampling, die nog beter geoptimaliseerd en gevalideerd te worden. Nog eens kritisch kijken naar welke bioassays je gebruikt. Misschien nog andere werkingsmechanismen meenemen. Als je kijkt naar een beoordeling van je effluenten, misschien moet je daar inderdaad ook nog andere bioassays meenemen, specifieke werkingsmechanismen die we nu nog missen. En je kan er kenmerkende patronen uithalen. Dat zou nog verder uitgewerkt kunnen worden en gevalideerd kunnen worden. En ook een belangrijke, die SRI-score. Als die, wat betekent die uitslag? Als je score boven de 1 is, zie je dan ook effecten in het veld. Dus verdere validatie met die score. En daar wil ik het bij houden. Dus met name ammonium is dat. Ja. Ja. Dan gaan we door met een drietal verhalen over lopend wetenschappelijk onderzoek. Catharine mag de spits afbijten. Ja, alsjeblieft. Ja, even kijken met de bloem en zo. Ja, is goed. Ja. Dankjewel. Even kijken. Oké, nou ik hoor me raar, maar goed. Ik ben Catharina Tsilian en ik ga even kort iets toelichten over ons project Suspect. Dat heeft een heel lange en moeilijke naam. Daar gaat het om Decision Support Tools for Risk-Based Prioritization and Control of Contaminants of Emerging Concern. Dus dat was de reden waarom we dat hebben afgekort naar Suspect. Dat is gewoon een beetje makkelijker. Wie is Suspect? Dus ons projectleider is Aad Ragers van Radboud Universiteit. Dan hebben we nog een aantal mensen mee, bijvoorbeeld ook Erwin. En we zijn twee PhD. Nicola die werkt bij Wageningen en ik op Radboud. En later komt er nog een postdoc bij. Nou ja, wat gaan we binnen Suspect eigenlijk allemaal doen? Dus op dit moment is waterbeheer in Nederland, of in het algemeen eigenlijk meestal reactief. Dus pas als het fout gaat, dan gaan de alarmbellen ringen en daarna pas komt de actie. En wij denken, nou ja, dat is eigenlijk misschien wel een beetje lang of te laat en we willen het graag omdraaien. Dus wij denken, nou ja, als je weet welke stoffen worden gebruikt binnen een bepaald gebied, dan zou je eigenlijk ook kunnen voorspellen wat er in het water terechtkomt. En dus ook kunnen voorspellen wat de effecten daarvan zijn. Dus ons project is eigenlijk
zo opgebouwd. We hebben twee casussen, één stedelijk gebied, daar werk ik aan. Dus daar gaat het over algemene opkomende stoffen naar het afvalwater. En dan hebben we nog een rurale casus, daar werkt Nicola aan. En daar gaat het met name om veterinaire medicijnen. En we beginnen eigenlijk op dezelfde manier. Dus we kijken naar productie- en consumptiedata en gaan dan vervolgens een emissieschatting doen. En dan proberen om de stofgedrag, dus het milieugedrag van de stoffen, in kaart te brengen. Op basis daarvan gaan we dus voorspellingen maken en vervolgens met behulp van passive sampling gaan we de voorspellingen of ons model valideren. Dus later komt er nog een integratie bij en daar gaan we dan pas naar de effecten kijken. Dat is eigenlijk de opbouw. Dus de vraag voor deze workshop was welke keuzes zijn straks makkelijker te maken dan nu? Dat is natuurlijk een belangrijke. Dus wij denken dat we kerks in het algemeen beter kunnen in beeld brengen en daarom de milieuconcentraties daarvoor ook beter kunnen voorspellen. Scenarioanalyse gaat straks makkelijker worden, bijvoorbeeld vergrijzing van de bevolking. Of als je in maatregelen gaat investeren en je wilt vergelijken welke zijn de meest effectieve, daar zou het ook kunnen helpen. Verder is dit project, sluit het eigenlijk heel goed aan andere projecten op verschillende schalen. Dus je hebt bijvoorbeeld sluit goed aan het Nationaal Hydrologisch Model, maar ook aan Europese projecten zoals bijvoorbeeld IPAI of Solutions. Nou ja, en de effectvoorspelling, maar zoals gezegd, die komt eigenlijk pas aan het einde van het project aan de beurt. Dus onder de streep, suspect, we denken suspect is eigenlijk een wegbegeleider of een wegbereider voor proactief waterbeheer. Dus daar komt die. En dit zijn onze projectpartners. Dat was het. De enige bril. Er is een toerist. Ja, een korte vraag. Ja. Bij de tweede studie zag ik dat het met name om veterinaire geneesmiddelen ging. Maar wordt daar dan ook naar bestrijdingsmiddelen gekeken? Maar op dit moment is dat niet de bedoeling. Dus echt alleen maar op. Maar het wel een stuk relevanter als. Ja, voedselbestrijdingsmiddelen gebeurt al een heleboel, dus dat is ook al redelijk bekend. En dit gaat specifiek over de CSC's, opkomende stoffen en voor veterinaire geneesmiddelen weten we heel weinig. En we gaan zelfs het modelinstrumentarium wat er voor bestrijdingsmiddelen al is, gaan we kijken hoe we dat kunnen toepassen voor geneesmiddelen. Ga iets vertellen over het Emerge project, waar Cora nog al heel kort over helpt. Mijn naam is Lara en ik ben bezig met mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Wageningen. In het project gaan we effectmetingen gebruiken voor zowel de mens als het milieu. Dus we gaan kijken naar het oppervlaktewater. Maar ook bijvoorbeeld naar het drinkwater. En daar gaat voornamelijk Van Ten zich mee bezighouden. Hij doet zijn promotieonderzoek op hetzelfde project als ik, maar dan in Utrecht. En ik kijk dan voornamelijk naar het oppervlaktewater en de effecten op de ecologie. Dus we beginnen allebei beginnen met hetzelfde startpunt en dat zijn de effectmetingen. Dus de bio-assays. Dus we kijken naar bio-assays op individu niveau. Dus bijvoorbeeld watervlooien en dan naar de mortaliteit. Maar we gebruiken ook de bio-assays op bijvoorbeeld cellulair niveau, waar je ook naar specifieke mechanismen kan kijken. Waar je een watersample op doet en dan een bijvoorbeeld. Bij de Calux-assay en als je naar hormonen kijkt, dat je dan kan zien of er hormoonverstorende stoffen in het water zitten. Dus allereerst begin ik met Van Tens deel.
Hij is dus voornamelijk bezig met het ontwikkelen van signaalwaarden voor de bioassays. En dan ook die ook van belang zijn voor de mens. Dus wat hij eigenlijk doet is, hij gebruikt voornamelijk modellen waarmee hij dan kan modelleren hoe bepaalde chemicaliën binnenkomen en ook waar ze in ons lichaam terechtkomen en de eventuele risico's daarvan. En dan ga ik, vooral bezighouden met, ben ik al bezig met experimenten. Waarbij ik mesocosms heb, dus dat zijn eigenlijk vijvertjes en dan heb je daar heel veel van, zodat je ook replica's hebt. En in deze vijvers ga ik een stof toevoegen, dus een microverontreiniging. En vervolgens, dus in de vijvers zit een hele gemeenschap van macrofauna en algen en planten. En vervolgens ga ik dat water gebruiken om ook op de bioassays te testen. Maar dan is het natuurlijk het interessante is dan ook om te kijken wat gebeurt er met de biota. Dus welke organismen zullen afnemen in aantallen. En die dan ook te koppelen aan de bioassays. Dus zien we de effecten die we in de biota vinden, kunnen we die ook koppelen aan de effecten die we met onze bioassays vinden. Zo, ja, dat was het heel kort. Dank voor deze studie. Ook hier proberen als er simpele toelichtende vragen zijn. Simpel. Je hebt het over dat je een stof gaat toevoegen. Ja. Welke stof is dat? Dat hebben we nog niet vastgesteld. Ook de experimenten zijn nog niet gedaan, dus die moeten nog gedaan worden. Duidelijk. Waar denk je aan? Een geneesmiddel en één pesticide. Ja. Nou ja, ik had wel individuele stof of mengsels. Maar dus we beginnen met individuele stoffen en daarna ook mengsels. Dus we willen allebei kijken. Maar eerst individuen en dan willen ze ook mengen met elkaar. Okay. Zo, nou, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Tim Jonkers. Ik ben AIO aan de VU, dus de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ik ben nu ongeveer een jaar bezig met mijn promotieonderzoek aan routine EDA. Routine EDA noem ik het ook wel. Routine gestuurde effect directed analysis staat het eigenlijk voor. Daar ga ik wat over vertellen. Op de eerste sheet zie je een aantal bekende namen misschien uit de waterwereld waar we samenwerking mee hebben of die in de gebruikerscommissie van het project plaats hebben genomen. Wat in het begin nog een beetje vaag was, was welke waterboards zouden deelnemen binnen Routine EDA. Maar inmiddels hebben we een idee van mogelijke samenwerkingen die je nog kunnen aanschuiven bij de gebruikerscommissie. Wat is eigenlijk effectgestuurde analyse? Dat zal ik even kort toelichten. Even kijken of ik dat, die bol tevoorschijn kan toveren. Ja, dat is hem. Wat we eigenlijk doen is we kijken naar een effect, specifiek effect van een extract. Dus we maken net als heel veel anderen hier een milieuextract. We kijken naar activiteit binnen die biologische analyse. En dat is dus vaak specifiek voor één effect. Dus als voorbeeld zou ik antibiotica kunnen noemen dat je kunt kijken. Is er antibiotica-achtige activiteit aanwezig in dat extract? En zodra dat aanwezig is, dan denken wij, dat vinden we interessant, want we willen eigenlijk weten wat de veroorzaker is in dat extract. Welke stof is daar nu verantwoordelijk voor? En hoe gaan we dat aanpakken? Nou, dat gaan we doen door het extract zeg maar langzaam uit elkaar te trekken. Door het eigenlijk simpeler te maken. En dat doen we door middel van fractionering. En dan doen we gefractioneerde extract gaan we nog een keer bekijken met de biologische analyse om te kijken welke fracties zien we nu misschien activiteit. En we gaan ook naar een chemische analyse kijken en dan kunnen we dat naast elkaar leggen om uiteindelijk tot een identificatie te komen. Dat fractioneren gebeurt door middels vloeistofchromatografie en de identificatie door hoge resolutie massaspectrometrie. Nou, hoe ziet dat eruit? Ik heb er een plaatje bij genomen. Eigenlijk beginnen we bovenaan bij de fractionering.
het een deel van het sample gaat naar de MS en het andere naar een fractioneringsapparaat wat eigenlijk in een vorig project al is ontwikkeld. En eigenlijk die, ja, het is misschien niet heel goed te zien, maar die pijltjes geven aan hoe in een 96 welsplaat of zelfs 384 welsplaat die fracties uit worden gefractioneerd. En die bioassay wordt nogmaals getest en op die manier kunnen we gaan zoeken naar actieve fracties. Dus in welk welletje zit nu een stof die mogelijk verantwoordelijkheid is voor het effect. Nou, daar krijgen we een bioassay chromatogram uit, omdat we zien in welke fractie we activiteit zien. En we hebben parallel data van de hoge resolutie MS. Dus we kunnen dan in de actieve fracties gaan zoeken naar welke massa's, zeg maar, welke pieken erbij horen. Op die manier kunnen we de verantwoordelijke stof wat makkelijker vinden. En in de praktijk ziet het eruit als de figuur daaronder. Dus dan zie je specifieke eindpunten. Dit ging om hormoonverstorende stoffen. Dit komt uit de publicatie van Nick Zwart. Met daarbij een massaspectrometriegrammatogram. Het project is eigenlijk opgedeeld in twee stukken. Eén PhD-student is Christina Stil. En ik ben die daaronder. Ik heb blond haar, maar goed, dat maakt niet zo uit. Eentje gaat over het verder miniaturiseren van het... die fractionering. En ik hou me meer bezig met de nieuwe eindpunten waar we misschien op kunnen gaan zoeken. Nou, waar willen we dan gaan naar kijken? Vooral die antibiotica screening die je kunt toepassen binnen dit effectgestuurde analyse. En andere stofgroepen waar we geïnteresseerd in zijn, zijn die niet-steroïde anti-inflammatoire stoffen. En een algemene waterparameter waar we gaan naar kijken is oxidatieve stress. Nou, waar gaat Christina zich mee bezighouden? Eigenlijk het plaatje wat ik liet zien, maar dan nog verder geminiaturiseerd. Dus in plaats van in 96 of 384 welsplaten, is zij bezig met de ontwikkeling van een techniek om hele kleine fracties te spotten op eigenlijk een microscoopglaasje. En uiteindelijk kun je op een microscoopglaasje met een fractie een hele kleine bioassay doen, om eigenlijk dat extract nog verder uit elkaar te trekken om makkelijker activiteit te kunnen zien. Nou, dit is natuurlijk wel toekomstmuziek, maar in de praktijk hebben we een apparaat inmiddels staan wat zo kan fractioneren. Dus dat ziet er op zich goed uit, maar niet binnen implementatie binnen de komende 4 jaar, dat niet. Uiteindelijk zitten we dan aan de achterkant en moeten we doorgaan met de identificatie. Ga je niet helemaal doorheen lopen, want het is echt een work in progress. Hier vallen heel veel stappen nog te maken. Dit is eigenlijk natuurlijk een soort van non-target screening. Dus we gaan zoeken naar stoffen waarvan we niet weten wat ze nou precies zijn. En heel veel mensen op de wereld zijn hier eigenlijk mee bezig om deze manier van identificatie te vergemakkelijken eigenlijk. En een grote speler daarin is ook het Norman Network. En daar zijn wij ook bij betrokken. En dit is de laatste grote stap eigenlijk waar we nog grote slagen in kunnen maken ook. En dat is voor nu waar ik het bij wil laten ook, ja. Heeft iemand misschien nog vragen? Nou, is dat geen simpele toelichting. Dan was Ruud volgens mij de eerste die zei van ik heb een algemene vraag. Ja, algemeen vraag over de keuze van de bioassays, batterij bioassays voor een symbolisch score of andere beoordelingssystematiek. Ik hoor dan van we moeten tot een vaste set komen die ook de kosten laag is natuurlijk, hè, beheersbaar moeten blijven. Maar ontwikkeling van bioassays zal doorgaan. Ik denk dat de ene set bioassays met de ene type zuivering misschien wel andere resultaten zal geven dan een ander type zuivering. En ik kom uit de drinkwaterwereld, ik probeer een parallel te leggen hoe we daar nu bezig zijn. Daar kiezen we helemaal niet voor een vaste set. Daar gaan we toch meer naar onderzoek wat jouw risico's zijn in jouw situatie. En ga daarvoor de toekomst je keuzes op baseren. En natuurlijk moet je dan af en toe weer terug naar de situatie dat je weer wat breder kijkt naar je mogelijke risico's. Dus vanuit de risicobenadering gevoel krijgen voor wat speelt er in dit geval bron of zuivering. En van daaruit te handelen. En op die manier dus ook kosteneffectief bezig te zijn. Dus het streven naar standaardisatie en vergelijkbaarheid
over en weer, kan ook kostenverhogend werken. Dat is eigenlijk mijn, ja, mijn punt. Dus misschien is het verstandig om dat een beetje los te laten. Om naar een systematiek toe te gaan waarbij je misschien wel wat standaardiseert om eens in de zoveel tijd de vergelijkbaarheid te faciliteren. Maar ook dingen vrijlaat om risico's in kaart te kunnen brengen. Daar kan je het alleen maar mee eens zijn. Ik denk dat het ook een verschil in financiering van de projecten zijn. Vanuit het effectgerichte spoor zijn we heel breed gegaan. Die dat praatje zien van experimenten waarbij je in bakken van 500 liter regenboogforellen laat zwemmen in gemengd effluent oppervlaktewater om te kijken wat er gebeurt, tot een of ander klein celletje. Vanuit dat hele brede spectrum, gericht op de toepassing van vergaande zuivering, om te kijken van haal ik nou een effect weg, is standaardisatie wenselijk. Dat wil niet zeggen, als ik het over standaardisatie heb, dat dat alles is. Het is misschien ook wel een soort basispakket. Dat als we in Nederland nou met z'n allen dit soort werk gaan doen, dat we met elkaar afspreken, laten we dan in ieder geval deze testen doen. En als je daarna vindt dat het nuttig is om een aantal anderen mee te nemen, omdat je uit jouw RSD hebt geleerd dat die ook reageert, vooral doen. Dat is leren. De waarheid ligt ergens in het midden, denk ik. Ik denk dat het slim is om af en toe breed te kijken. Maar dat gaat denk ik parallel. Je kan ook zeggen van, we spreken met elkaar af dat we in ieder geval dit doen. En vervolgens gaan we 2 jaar aan de gang. En de ene doet dit er extra bij en de andere dat. En daar leer je van inderdaad. En dan heb je over een tijdje weer een nieuw eikmoment. En er zit een principiële keuze in die we ook in de chemie doen. Kijk, ook in de chemie zeggen we, we focussen ons op 11 gitstoffen. Dat is altijd maar een heel beperkt deel van wat je weet wat er ligt. Dat wil niet zeggen dat je die andere stoffen niet moet meten, maar in ieder geval deze 11. Zo kan je het met de BOC's op een vergelijkbare manier zien. Je mag helemaal los. En aan ons onderzoeker vind ik het alleen maar leuk. Maar in het proces spreken we af dat we die effectiviteit beoordelen op basis van dit setje. Dan hou je het vergelijkbaar. Zeker als je op een gegeven moment ook wil kunnen toetsen aan een bepaalde toetswaarde, zul je daar ook afspraken over moeten maken? Ja, natuurlijk. Logisch. Ja. Ja, dat komt wel voort uit die wens. Hè. Ik wil de effectiviteit toetsen, want ik moet verantwoorden naar mijn bestuur, denk ik, investeren. Gelukkig gaat deze dag vooral om het effect van vergaande zuivering. En zitten we in dat spoor niet zo met normering. Kunnen we lekker rustig naar de getallen kijken. Dan gaat het ook vooral om de onderlinge vergelijking. Ja. Ja. Ja, om te beoordelen welke techniek is het meest effectief. Maar toch ook niet zozeer van, doe ik het nou beter dan een ander. Dat is toch niet de onderliggende gedachte van de vergelijkbaarheid. Maar het zou wel eens een keer, momenteel moet je alleen voor kijken welke techniek het beste resisteert. Maar op termijn kun je natuurlijk, als je een hele grote data zet aan de effectmetingen, kun je natuurlijk wel eens kijken. Je moet allemaal dezelfde bepaalde bio-essays. Kun je ook kijken van welke RSD
is, scoort nou slechter in effluentkwaliteit op die bepaalde bioassays dan andere. Ik heb het over 11 gifstoffen. En met de bioassays kijk je per definitie wat breder natuurlijk. Ja, maar dan kan je ook op een gegeven moment natuurlijk gaan kijken. Maar, dan moet je ook je RSI als poortwachter benutten. Want dan blijkbaar is het inkomend water van je RSI ook vervuilender dan bij een ander. Mm-hmm. Dus zou je dus wat meer in je ketenaanpak aan brandbeleid kunnen doen. Ja, maar toch niet op die 11 stoffen? Niet op die 11 stoffen, nee. Nou ja, oké. Andere vraag? Ja, er wordt nou nadruk gelegd op die keuze van die bioassays. Maar de keuze van je extractiemethode is misschien wel veel belangrijker. Ik dacht dat ik hem ook genoemd had. Jawel, ja. De vraag ging over de bioassays, maar ook daarvoor geldt dat daar keuzes in te maken zijn. En dat zodra je een keuze maakt, je ook zeker weet dat je stoffen mist. Is het dan fout? Nee. Zolang je maar altijd bewust bent dat je een uitsnede maakt, kan je met die uitsnede best methodes vergelijken. Nou, dan zijn we op tijd klaar. 5 voor, dat was de opdracht volgens mij. En andere vragen? Ik ben er nog, dus straks bij de borrel schiet mij aan. Niet letterlijk.